Ja, Valentijnsdag vereist niet echt meer een introductie. Iedereen is wel eens verliefd geweest in zijn leven. Hij heeft ooit wel eens de liefde van zijn leven ontmoet. Ben jij nou een stille aanbidder of heb jij een stille aanbidder? Of wil jij iets liefs zeggen tegen je liefje? Nou, heb jij even mazzel in de praat op straat. Wat voor dag is het binnenkort? Of Valentijns, denk ik. Hoe weet je dat? Dat weet ik gewoon. Dat ik dat daarover ging hebben. Denk het. Hey, weet u wat voor dag het is binnenkort? Dat weet ik zo niet. Valentijnsdag. Ja, oh ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Heeft u een mooie herinnering aan? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Van vroege tijden en zo. Ja. Ja? Ja. Benoem eens iets. Nou, draag je de vrouw een cadeautje mee en zo. Altijd. Zo attent was u wel? Ja, natuurlijk wel. Ja. Hey, het is binnenkort Valentijnsdag. Oh ja? Ja, ja, klopt. Ja, ook u gaat glimlachen, hè? Ja, het is altijd leuk, hè? Ja. Heeft u een liefde in uw leven? Jawel. Ja, ja, 35 jaar. Hey, het is binnenkort Valentijnsdag, hè? Ja. Heb jij toevallig al een grote liefde gevonden? Ja, tuurlijk. Meen je dat nou? Ja. En jij wil vast wel iets zeggen tegen jouw grote liefde? Ja hoor, ik wil even tegen Guus zeggen dat ik heel van haar hou. En ja, dat ik heel blij ben om met haar te zijn. Oh, dat klonk wel heel lief trouwens. Ja, is ook heel lief. Guus heet ze, zei je? Guusje. Guusje? Ja, Guusje. En wat is nou zo bijzonder aan Guusje? Wat zo bijzonder is aan Guusje? Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ze is gewoon heel leuk en ja, dan gaat het goed toch? Ja, natuurlijk. Nee, ze is eigenlijk de leukste van de hele wereld. Ja, dat sowieso wel. Kijk, Guusje, dat is ook wel leuk om te horen, toch? Moest ik wel uit hem trekken, maar hij meent het wel. Ik meen het wel. Okay. Het is binnenkort Valentijnsdag, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik zie een glimlach bij u. Ja. Het is de dag van de liefde, toch? Dat is het inderdaad. Ja, Valentijn. Ja. En heeft u een grote liefde in uw leven? Ja, zeker weten. Ja. En mogen wij dat weten van u? Dat is René. René? En wie is René? René Keijzer. Ik kom uit Almelo. Ja. Ja. En wat is er zo bijzonder aan René? Hij is gewoon hartstikke lief voor mij. Ja, hij doet alles. Oh, dat is inderdaad... Handige man. Een handige man en hij doet alles. Ja, ja, dat is mooi. Ben spekkoper. Ik kan me niet beter wensen. Nee. Maar bij Valentijnsdag hoort natuurlijk een bloemetje. De lelie hier, die gaat natuurlijk binnenkort dat heel erg druk krijgen. Wij gaan even naar binnen. Welkom bij de lelie. Dag dames. Hé, hey, binnenkort is het? Valentijnsdag. Valentijnsdag. Zeker. En welke bloem is nou echt een symboliek voor Valentijnsdag? De roos, de rode roos. Ja. Ja. Je bent de kenner, hè? Ja, zeker. Ja. Dan ben je hier het juiste adres. Ja. Ja, zeker. Jullie gaan het binnenkort wel druk krijgen. Ja, ja, gaan we van huis. Ja. Ja. Hoeveel rozen verkoop je nou op zo'n dag? Nou, misschien wel 500. Ja, wel. Ja, misschien nog wel veel meer. Ja. Ja. Hey, over geliefde gesproken, heb jij trouwens een grote liefde in je leven? Jazeker. Is dat toevallig? En jij neemt natuurlijk rozen mee voor hem? Nou, eigenlijk wat andersom, hè. Eigenlijk wel, maar dat doet hij nooit. Hij zegt altijd, neemt zomaar mee. Ja. Ja. Oh. Kijk, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Hier Friesvin, in de kroeg. Ja. Die voorganger ook al, die kroegen. Dat is echt de heilige grond, hè? Ja. Ja. Terwijl ik kom uit Hooghekst, van hij komt uit Buurse. Dus we komen allebei niet uit Friesvin. Nee. Ik heb de term dating sites nog niet voorbij horen komen. Nee. Nee, gelukkig niet. Nee. Daar is onze generatie nog niet zo van, hè? Nee, dat is... Ja, nou, dat is... Ja, denk wel, ja. Ja, ja, hetzelfde. Jij daar, heb je me geliefd? Ja, ik heb een hele grote liefde in mijn leven. Nou, kijk, heel goed. Mooi. Ik ga ook roosjes krijgen. Oh, kijk. En dan ga je hier aan? Ja. Oh, die wil ik hier best wel halen. Ja, heel goed. Ja. Ja. Mijn meisje heet Nathalie Braakmaans, schat. Ik hou van je. Kijk, ook ik kan me kwetsbaar opstellen. Ja, kijk, heel goed. Nou, mooi. Het is binnenkort. Oh, spannend. Dag van de? Liefde. Oeh, ja, liefde. En heb je een liefde in je leven? Zeker, ja. Wie mag dat wel niet zijn? Ga ik niet vertellen. Je bent de stille aanbidder. Ja, speciaal. Jij bent de stille aanbidder? Ja, eigenlijk wel. Oh. Maar het zou natuurlijk ook heel leuk zijn als je niet te veel zegt tegen mij, maar dat je dan iets in de camera zegt tegen hem. Ja. Zou dat een idee zijn? Dat zou best een idee zijn. Dan geef ik jou de microfoon. Dankjewel. Hoi lieverd, ik vind je hartstikke leuk. En Rara, wie is het? Hey lieve René, bedankt dat jij in mijn leven bent gekomen. Ik ben erg blij met jou en ik hoop dat wij nog heel veel mooie jaren hebben samen.
Dag lieverd. Nou, lieve Helmoet, ik hou van je. En ik vind het hartstikke leuk dat wanneer het straks Valentijndag is, dan krijg je van mij een leuke kaart en een leuk cadeautje erbij. Nou Frank, 14 februari verwacht ik een bosje rode rozen van je. Ja, ik hou van jou. Nog steeds, nog altijd.